Wanneer kun je spreken van migraine? Hoofdpijn, meestal aan één kant, die een halve dag tot maximaal 3 dagen duurt. Deze pijn komt niet vaker voor dan 6 keer per maand en is kloppend en borend van karakter. En verergerd bij beweging. Bijkomende verschijnselen zijn overgevoeligheid voor licht en of geluid. En soms is men misselijk of moet men braken. Wat blijkt nu uit de praktijk? 1/3 van de migrainepatiënten bezoekt regelmatig de huisarts of belt voor een recept. En 2/3 doet dat niet meer of heeft nooit contact gezocht met de huisarts. 1/3 is erg laag, zult u zeggen. Dat komt omdat men denkt er is toch niets aan te doen. Gelukkig is daar nu verandering in gekomen. En dat komt omdat de wetenschappers inzicht hebben gekregen in het ontstaan van migraine. En er zijn nieuwe medicijnen voor. Met andere woorden, er is vooruitgang geboekt in de bestrijding van migraine. Wilt u deze en andere informatie van de TV-dokter nog eens naluisteren? Dan kunt u bellen 06 350 260 60.